welkom bij Cultuurluur, het programma waarin we aandacht besteden aan kunst en cultuur uit onze regio. Wilt u eens bijdragen aan dit programma? Dan kan dat. Neem daarvoor contact met ons op door een mail te sturen naar cultuur@aemediagroep.nl. Dan kunnen we nu beginnen met aflevering 28 van Cultuurluur. Nijkerk heeft een rijke en boeiende geschiedenis. Deze week neemt stadsgids Jacques Overkamp u mee met het laatste deel van het Roomse rondje. We staan hier voor een pand wat vermoedelijk al in de 15e eeuw is ontstaan. Alleen de gevel is in die 1758 is de gevel gerenoveerd. En op deze manier is het gebouw gerestaureerd. Het was het winterverblijf van de familie Fürstenburg. Die woonde vroeger op de Huize de Hoek. Huize Hana heet het, geloof ik, daarachter. Maar die hadden kleine kinderen. En ja, die konden dan niet naar school. Dus ze woonden ze in. En bovendien was het een veel kouder huis natuurlijk. Want het zat niet in een bebouwde kom. En daarom hadden ze hier het winterverblijf. Later is het ook nog gebruikt, ook als pastoriestuk, die kant. We staan hier op een grensgebied. Een grens, want dit is de weg naar Bunschoten-Spakenburg. En dat betekent, dat is door, aan de andere kant van de polder. En uit de polder kwamen veel boeren. En die kwamen naar de beestenmarkt toe. En ja, een paard moet op zijn tijd beslagen worden. Hè? Want ze hadden natuurlijk ook wagens met kaas. En een paard moet op zijn tijd de hoeven verwisseld worden. Dus we hadden op dit stuk vrij veel smederijen. En smederijen waren belangrijke personages in de hele smederij, was de familie Mulder. Dat was een gerenommeerde Nijkerkse familie die deze omgeving bezat eigenlijk, zeg maar. Want dat pand daar, dat was van een vrijgezelle zus. En vanaf die donkere gevel daar was het van de gebroeders. En hier had je Wim Mulder en Leo Mulder. En dat waren smeden. De een was kachelsmid en de ander was paardensmid, hoefsmid. En die hadden het altijd druk, zeker als de marktdagen kwamen. Want er kwamen die boeren. Die hadden misschien het liefst dat je het ook op zondags, als ze hun naar de kerk gingen, dat ze het zouden doen. Maar dat kon natuurlijk in die tijd niet. Maar de oude smederij is natuurlijk helemaal weg. De kachelwinkel is al jaren weg. Maar de oude smederij is nog een stukje van bewaard gebleven. En daar gaan we zo meteen even een kijkje nemen. Hier werd het ijzer gesmeed als het heet is. Hè? Als het ijzer werd gesmeden en dan was het heet en dan kon de hoef aangebracht worden onder het paard. Dit is de oude smederij. Hoe oud weet ik al niet, maar dit is al heel lang. En uiteindelijk denk ik dat het van Mulder op Mulder op Mulder gegaan is. En dat waren de gebroeders en de een was kachelsmid en de ander was hoefsmid. En dan werden de paarden daar neergezet, daarachter, en daar werden ze beslagen. In die tijd zaten de boeren bij Prinses op het plein. Want daar was altijd vergadering nog. Ja, vergadering. Maar dit is iets nostalgisch wat bewaard gebleven, wat men ook moet bewaren. Hè? Het pand is onder monumentenzorg en ik meen dat ze dit ook zo intact moeten laten. Van een van de Mulders gaat het verhaal dat hij ook natuurlijk graag een borreltje lustte. Hij zei 's morgens om 11 uur, een paar keer in de week, om 11 uur zei hij tegen zijn vrouw, ik moet nog even een pijpje wegbrengen, een schoorsteenpijpje. Dan deed hij die pijp achter op zijn fiets en dan fietste hij naar het verlaat. Daar was een drankenzaak van de familie Mol, dranken en kruidenierswaren. En dan nam hij samen met Mol een borreltje.
En dan kwam hij weer terug met het pijpje en hij zei, ja, helaas, het paste niet. Dat verhaal gaat. Als we hier tussen het liturgisch centrum van de katholieke kerk, want dat is dit is de achterkant, door en het nieuwe Sint-Jozef, wij noemen het nieuwe Sint-Jozef, dan kun je net constateren dat daar de toren van de grote kerk, van de Catharinekerk, van de protestantenkerk, de toren is op te nemen. Want die toren zie je straks ook terug in de oude afbeeldingen. We staan hier uiteindelijk weer voor het pand waar het tegenwoordig het museum gevestigd is. Er staat op 1731, meen ik, als gebouw, maar het is veel ouder. Het is al van de jaren 1300 af op deze plek dat hij dezelfde vorm van gebouw heeft. Behalve het feit dat er ook vroeger een torentje op stond, want het is ook als kerkdienst, als kerk gebruikt. Maar het is kerk geweest, het is ziekenhuis, het is vergaderlokaliteit voor de ambtsdragers en de schout. Op die manier is het door de eeuwen heen heel functioneel. Latijnse school is er nog in geweest. Eigenlijk was dit de straat waar de slager en de bakkers RK waren. Daar zat de slager en een groenteboer. En hier heeft de slager gezeten. Hier zit een bakker, daar een bakker. Maar het was ook logisch. Er waren veel bakkers van de jaren, of bakker en kruidenier van de jaren 30. Wat was toen? Fikse werkloosheid, geen inkomens. En wat deed de vrouw als kon? Een winkeltje, een kruidenierswinkeltje. Ja, en zo zijn er diverse uitgegroeid. Maar hier had je drie grote bakkers. Tot op de hoek toe. En daar had je twee slagerijen. En de melkboer was er ook. Daar aan het begin stond die Tom met die politieagent erin. Die alles stond te regelen. En zo komen we uiteindelijk weer, als we deze straat uitlopen, bij de Zonnewijzer. Bij Wartsaart in Barneveld zijn verschillende kunstobjecten te zien. Zo ook aquarellen. Initiatiefneemster Simone Gielen vertelt ons meer over een kunstenaar die deze bijzondere creaties maakt. Het leuke van het werk wat ik doe, vind ik altijd het contact met kunstenaars. En de verscheidenheid van die kunstenaars. En zo zijn er ook heel veel schilders natuurlijk. En dan kan je je afvragen, ja, is aquarelleren, is dat schilderen, is het geen schilderen? Het valt er natuurlijk allemaal een beetje tussen. Maar het heeft wel zijn eigen techniek en ook zijn eigen moeilijkheid. Want natuurlijk is het nog zo bij aquarelleren, dat woord, daar val ik altijd over, dat je eigenlijk de witte vlakken niet schildert, maar juist openlaat. Dat maakt het maken van een aquarel zo moeilijk. Nou, iemand die dat perfect onder de knie heeft, is Ria Klompmaker. Opgegroeid in Staphorst is ze vanaf de jaren 90 zich gaan specialiseren in het maken van aquarellen. Ik heb er heel veel van haar gezien. Daar zijn figuratieven bij en er zijn ook dit soort abstracten bij. En ze heeft ook een prachtige serie over het Noorderlicht. En je kan je voorstellen dat juist het doorlopen van die groenige kleuren zo mooi is. Hier hangt een serie die ze nu gebracht heeft. Dat is een blauw-rood serie. En een serie ja, die voor mij wat weg heeft van sneeuwlandschap. Maar ik heb ook al rangeerterrein gehoord, ik heb al bos gehoord, watertjes. Er is heel veel mogelijk. In deze demo werk ik met twee kleuren aquarelverf, namelijk cadmiumrood oranje en Franse ultramarijn. Hiermee kan je heel veel nuances en tussenkleuren maken. Eerst maak ik een toonschets van het onderwerp, in dit geval een mistig waterlandschap. U ziet dat rechtsboven op de foto. Ik gebruik 300 gram artjes aquarelpapier.
wat ik eerst helemaal nat maak. Het verdere verloop van het schilderij ziet u op de film. Gezien hoe zij haar aquarellen maakt. En ik vind het heel leuk dat zij dat voor ons even heeft gefilmd. En ik ken haar al jaren. Ze doet elk jaar een paar maanden met ons mee. Ze maakt bijzondere aquarellen, bijvoorbeeld ook van een winkelstraat of van een dorpsgezicht. Ik weet dat Ede en Wageningen erop staan. Maar ook van een café bijvoorbeeld. Wilt u meer zien, dan kunt u natuurlijk bij haar op de website kijken. Ze heet Ria Klompmaker en dat is vast terug te vinden op internet. En natuurlijk kunt u ook bij ons bij WhatsApp meer informatie krijgen over Ria Klompmaker. Nooit meer spertijd. Een project van het schrijfgenootschap Barneveld is een boek geschreven door een 15-tal schrijvers en dichters uit de gemeente Barneveld met als thema 75 jaar bevrijding. Vandaag wordt het vierde verhaal voorgelezen door Leen Kraal. Om wat melk. Het is februari 1945. De winter loopt ten einde. Iedereen snakt naar de lente. En na bijna 5 jaar oorlog vooral naar vrede en bevrijding. In haar keuken treft Neeltje Peters voorbereidingen voor de maaltijd. Ze boent in de gootsteen 2 suikerbieten af. Geraspt en gekookt vormen ze het belangrijkste bestanddeel van de maaltijd. Al is het dan niet veel wat ze haar man en kinderen voorzet, het is tenminste iets en dat stemt haar dankbaar. Ze heeft weliswaar nog bonnen waarmee ze voedsel kan halen, maar de winkels hebben niet veel voorraden meer. Het eten uit de centrale keuken biedt ook niet veel soelaas. De hoeveelheid is onvoldoende voor haar gezin en de kwaliteit neemt met de week af. Hoe moet dat toch met de kinders, vraagt ze zich af, terwijl ze de suikerbieten begint te raspen. Zo weinig vitamines, zo weinig goede voeding. Hoe kunnen ze nou groeien van suikerbieten? Maar overal is Schraalhans koning. Zelfs de boeren hebben niet meer zoveel te delen. Barend, haar man, waagt af en toe een poging bij boeren in wijde omgeving. Veel mensen doen dat, vooral stedelingen.
waardoor de spoeling dun wordt. Heb je zelf boeren in de familie, dan krijg je af en toe nog eens wat melk, boter of kaas, of een stukje vlees als er een koe of varken illegaal wordt geslacht. Telen ze groenten of fruit, dan deel je als naaste familie ook wel eens mee. Barend komt zelf uit een boerengeslacht, maar is tegen de wil van zijn vader timmerman geworden. Hij gaf de voorkeur aan de geur van bewerkt hout, boven die van koeienmest. Toen hij zijn vader vertelde over zijn voornemen, vond deze dat maar niks. Want een boerenzoon hoort op de boerderij. Barend dreef echter zijn zin door, met als gevolg dat zijn vader hem er nog vaak aan herinnert dat zijn zoon hem in de steek heeft gelaten. Barend vond een plek als leerlingtimmerman, ondanks dat hij de ambachtsschool niet had doorlopen, en leerde het timmervak in de praktijk. Hij leerde ook Neeltje kennen, een van de dochters van huisschilder Vergeer. Zij trouwden na een paar jaar verkering en kregen twee kinderen. Het geluid van klompen doet Neeltje opkijken van het raspen. Daar is Barend, terug van zijn werk. Veel werk is er niet meer, of het zou voor de bezetter moeten zijn, maar dat soort opdrachten probeert Barends werkgever zoveel mogelijk te ontlopen. Tot Neeltjes vreugde draagt haar man een jute zak over zijn schouder, waaruit stukken afvalhout steken. Gelukkig, zo wordt de magere brandstofvoorraad weer wat aangevuld. Achter Barend lopen haar twee kinderen, Corrie en Henk. Barend kwakt de zak met hout naast de achterdeur, stapt het portaal binnen, bromt een groet. Die wordt overstemd door de opgewonden stem van Corrie. Mam, Henkie is gevallen met de melkbus en nu is alle melk weg. Het slachtoffer wijst snikkend naar zijn knieën. Alle melk weg. Geen pap vanavond. Neeltje slikt. Dan buigt ze zich over haar zoontje. Oh, dat ziet er erger uit dan het is. Ga maar zitten, jongen. Dan maak ik het schoon en doe er een pleister op met boorzalf. Ze pakt een washandje, maakt het nat onder de pomp en dept Henks knieën. Die geeft meteen een brul. Mooi, lacht zijn moeder. Pijn hoort erbij. Wat is er nu eigenlijk gebeurd, Corrie? Vraagt Barend ongeduldig. Nou, mama had ons naar opa gestuurd om wat melk, maar opa was op het land. Toen hebben we het aan tante Dirkje gevraagd. Dirkje is Barends ongetrouwde jongste zus. Geen gemakkelijk mens. Ze woont nog in het ouderlijk huis en helpt haar moeder in het huishouden. En wat zei tante? Ze trok een lelijk gezicht. Ze snauwde, jullie komen veel te vaak om groente en melk vragen. Ze zei ook dat papa maar boer had moeten blijven. Haar stem trilt van boosheid. Ze aarzelt even, maar gaat dan verder. Toen zei ik dat we echt niet zo vaak kwamen en trouwens, de oorlog is toch niet onze schuld? Corrie kijkt beurtelings haar vader en moeder aan, zoekend naar steun. Haar vader zwijgt verbeten. Moeder zegt, wat zei tante toen? Die gaf Corrie een draai om haar oren, roept Henkie met vlammende ogen. Wat? Is ze nou helemaal gek geworden? Vliegt Barend op. Het gaat haar geen fluit aan, of ik nou boer of timmerman ben. Nou, dat was wel brutaal van je, Corrie, om dat zo te zeggen, zegt Neeltje zacht. Deed het erg pijn? Corrie trekt een van haar vlechten opzij en toont haar rode oor. Nou, viel wel mee. Ik heb wel eens een hardere draai om mijn oren gekregen. En ze kijkt naar haar vader, maar die staat kwaad naar buiten. Dan draait hij zich weer naar Corrie. En toen? Ik moest huilen, omdat ze zo vals deed. Het was toch zeker waar wat ik zei? Corrie heeft met haar 12 jaar een groot rechtvaardigheidsgevoel en botst op dat punt ook wel eens met haar ouders. Neeltje kan echter haar trots nu niet onderdrukken. Natuurlijk, alleen horen sommige mensen de waarheid niet zo graag, vooral niet uit de mond van een kind. Van wie kreeg je nou die melk uiteindelijk? Vraagt Barend. Ja, toch van tante Dirkje, maar de melkbus was niet eens vol. En ze zei ook dat we volgende week niet langs mochten komen. Barend zwijgt en bijt op zijn onderlip. Maar hoe kom jij nou aan die kapotte knieën? Vraagt Neeltje aan Henk. Nou, op de terugweg kwamen we twee NSB'ers tegen, neemt Henkie het van Corrie over. Ze riepen ons bij zich.
Ik was bang dat ze de melk wilden afpakken, dus deed ik of ik niets hoorde en liep gewoon een beetje harder door. En toen kwamen die kerels achter me aan. Opeens voelde ik een hand die me bij mijn kraag greep, maar ik rukte me los en daardoor verloor ik mijn evenwicht en struikelde. En toen lag ik ineens languit op de weg. Ja, de melkbus ook natuurlijk. Het deksel schoot eraf en alle melk stroomde weg. Hij begint van de weeromstuit opnieuw te huilen. Die NSB'er die Henkie wilde pakken begon vreselijk te vloeken. En die andere moest hard lachen, vertelt Corrie verontwaardigd. Maar ze lieten ons verder wel met rust. Ik wilde eerst nog teruggaan naar de boerderij en opa opzoeken, maar ik was bang dat hij ons weg zou sturen. Brusk staat barend op, pakt de melkbus van de tafel en graait naar zijn pet. Wat ga je doen? Vraagt Neeltje verschrikt. Ja, melk halen bij mijn vader, wat dacht je? En Dirkje eraan herinneren dat ze christelijk is opgevoed. Is ze nou helemaal? Ze moet maar eens goed nadenken wat dat betekent. En ze moet voortaan haar handen thuis houden. En zich niet bemoeien met mijn leven. Hij beent naar de achterdeur en trekt zijn klompen aan. Mag ik mee? Vraagt Corrie met glinsterende ogen. Nou, doe dat maar niet, kind, zegt Neeltje haastig. En Barend trekt de deur hard achter zich dicht. Een uur lang wacht Neeltje in spanning. Ondertussen zijn de suikerbieten gaar. In het pikdonker komt Barend terug, met een grimmige trek op zijn gezicht, maar met een volle bus melk. Toch nog pap vandaag. Het radioprogramma Countryland organiseerde voor corona maandelijks in Barneveld Countryland Sessions. Daarin is een artiest de gast van een gesprek en een mooi optreden. Als de crisis voorbij is, zal het vanzelf weer doorgaan, maar voor nu bieden wij een alternatief. Can't keep still.
De chauffeur van Rondje Regio is weer in de auto gestapt. En deze week zien we het eerste deel van de wijk Korlaar in Nijkerk.
Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Culturenuur. Wilt u meewerken aan dit programma door redactiewerk te verrichten met ons, zelf opnames te maken of iets anders? Dan kan dat. Stuur daarvoor een mail naar talent@amediagroep.nl.
We zijn immers altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team mee uit te breiden. Dat was het dan voor nu. Volgende week maandag zijn we er weer. Dan met aflevering nummer 29 van Cultuurluur. Graag tot dan.